Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag een leuke nieuwe gast. Hij gaat binnenkort zijn Eurotour debuut maken. Het is Martijn Dracht, 33 jaar, uit Overijssel. Martijn, leuk dat je er bent. Alles goed? Ja, zeker. Zeker, ja. Achter de schermen was het net even nog duwen en trekken met de Zoom-call, maar we zijn er eindelijk. Ja, voordat we even jou gaan introduceren bij... onze kijkers ook een beetje. Binnenkort sta je op de Czech Darts. Wat is het precies? De Czech Darts Open, dat is de naam. Eurotour 6. Had je dat verwacht dat je zomaar je debuut binnenkort mag maken? Ja, eigenlijk niet. je speelt de kwalificatie was in Hildesheim. Er waren 7 kwalificaties. Ik heb eraan 5 meegedaan. Ja, op zondag liep in het tweede toernooi wel net alles vallen. En op een gegeven moment dan moet je nog een paar potjes. En dan, de laatste 3 potjes kun je dan net een goede spel er doorheen trekken. En dan, vooral die laatste partij ook tegen die Steven of Belmont. Ja, dat was een hele goede partij. En dan toch die laatste lekker goed uit kunnen trekken in je plaatsje. Ja, laten we er gewoon meteen in duiken inderdaad. Het was een heel groot kwalificatieweekend. En voor de kijkers die dat niet helemaal begrijpen, zo'n Eurotour is best lastig allemaal. Dus dit was de qualifier voor de mensen die wel Q-School hebben gespeeld, maar geen tourcard pakten. En dat heet dan de Associates Member Qualifier. In principe een van de moeilijkste qualifiers, want er zijn maar een aantal tickets... om voor te spelen, maar heel veel deelnemers meestal. Jij speelde niet op de vrijdag, zag ik. Zaterdag en zondag speelde je wel. Was je toen nog aan het werk of wat was daar de reden van? Ja, ik kon het met mijn werk niet helemaal voor elkaar krijgen om daar op vrijdag aan de baan te staan. Dus ik heb er toen voor gekozen om samen met nog iemand pas vrijdagavond erheen te gaan en zaterdag en zondag te spelen. Ja, en het pakte goed uit. Zesde toernooi speelde je. En eigenlijk het hele weekend speelde je al best wel een redelijk goed niveau, toch? Als ik het zo heb gezien. Ja, zeker. Zeker weten. Zaterdag, mijn allereerste partij. Ik weet niet meer precies voor welke qualified het was. Het was mijn eerste rondje gelijk tegen Wesley Plezier. Ja. Ja, gooi ik wel mooi 94 gemiddeld, maar ik verloor hem wel. Dus ja, het zegt helemaal niks. Ook in het eerste rondje kun je gelijk... gewoon een hele goede tegenstander. Mm-hmm. Ja, over Wesley Plezier heeft zich natuurlijk als echte koning van de Eurotour qualifier laten zien ook in dat weekend. Ook op de Eurotours zelf speelde die goed. Jij moest tegen in de finale van die ronde van Tsjechië, moest je tegen een andere koning van de qualifiers. Dat is de Zwitser Stefan Belmont. Die heeft er ook al voor 2-3 Eurotours geplaatst via deze route. Toen je zijn naam kreeg in de finale. Je weet, ik ga zo tegen hem spelen. Dacht je iets over hem? Kende je hem al? Natuurlijk. Op de Q-School heb ik hem wel een keer voorbij zien komen. En ik zie elkaar natuurlijk wel daar in de hal zitten of spelen. Maar ik had er nog nooit tegen gespeeld. En ik had natuurlijk de partij daarvoor van Davy Proost en had ik net gewonnen. En ja, er zat er zeg maar 5 tot 10 minuutjes maar tussen. Je moest gelijk weer door. Oh ja. Dus ja, ik was er helemaal niet mee bezig om mij nou in te leven wie nou precies Steven Belmont was. Nee, daar denk ik eigenlijk niet over na. Ik moet gewoon die partij winnen en dat is het belangrijkste wat er is. Ja, laten we even snel naar die partij gaan. Het wordt op een gegeven moment 4-4. En kan je ons meenemen naar die allerlaatste leg? Hoe ging die? Ja, nou, ik kwam daarvoor eigenlijk nog. Ik kwam eigenlijk 4-2 voor. Ja. Alleen toen kreeg ik stond 2 keer voor mij al redelijk snel op het dubbel. Maar toen kreeg ik nog even een 117 en 94 om de oren. Ja, toen dacht ik, ja, ik kan wel wilde, moet toch echt nog even het tandje erbij. Mm-hmm. Ja, toen begon ik inderdaad 180. Daarna 60, 180. En die 81 ging uit. Ja, je weet hem gewoon nog helemaal uit je hoofd. Dat is mooi. Ik weet het nog helemaal uit mijn hoofd. Ja, ja. En toen, wat gebeurde er toen? Ja, het is natuurlijk wel een beetje raar. Was het juichen of? Nou ja,
was wel een soort van juichen inderdaad. Maar ja, de meeste mensen voor de volgende Eurotour qualify stonden alweer in te gooien. Dus het moest wel redelijk rustig blijven. Maar nee, dat was wel een bepaalde ontlading. Ik had zelf niet helemaal het idee wat me zelf overkwam. Ja, ja, hartstikke mooi man. Ja, een onderdeel dat we nu eigenlijk hebben geskipt is een introductierondje. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben zelf transportplanner bij een vrij groot transportbedrijf hier in de buurt. Ja, dus daar ben je dan druk mee. En darten, hoe is dat nu onderdeel van je leven? Je speelt Super League bijvoorbeeld. Ja, nee, Super League inderdaad. Nou, dat ging natuurlijk heel goed dit seizoen. Dat al hier in het dorp gewoon normaal de plaatselijke competitie bij de SEC-bond. En daar staan we ook bovenaan in de Eredivisie. Ja, en voor de rest. Derde in de Super League. Ja, dat gaat altijd zo. Ja, Super League is echt. Ja, we zijn vorig jaar natuurlijk half seizoen gehad door coronatijd. Het jaar daarvoor zijn we toen kampioen geworden. Kijk. De eerste wedstrijden gingen ons gewoon heel goed af dit jaar. En we stonden mooi bovenaan. Ja, een paar keer gelijk gespeeld, wat hele dure punten zijn geweest. Waardoor Bos Genoeg en Mariehout ons ingehaald hebben. Ja, wanneer heb je de eerste pijlen opgepakt? Hoe oud was je toen je begon met darten? En hoe ben je begonnen met darten? Dat is toch al heel lang geleden. Ik was toch... Ja, ik denk dat Jochie van... Jochie van 10, 11 was. Dat ik een keer een dartbord op mijn verjaardag gekregen. Oké. Dat het daar begonnen is. En toen meteen al serieus aan toernooien meedoen? Of? Nee, dat op zich viel wel mee. De eerste toernooitjes waren voor mij... De eerste bekers die ik ergens in de kast heb staan... zijn van 2003, 2004 volgens mij. Nou, dat is dan een jaar of 13, 14 was ik toen. Ja. Mooi begin. Ja. Ja. En dan... daarna heb ik de Nederlandse kampioenschap ook altijd nog afgegaan in de jeugd. Ja, oké. Ja. Dus ervaren speler bij de jeugd ook. En dan nu, je gaat je debuut maken bij de PDC op de Eurotour. Je kan zomaar tegen spelers als een Adrian Lewis geloot worden. Vincent van der Voort, ik heb ze hier opgeschreven hoor. Nathan Aspinall zit er ook bij. Hoop je op een grote tegenstander of... toch stiekem gewoon zo'n host nation qualifier. Het maakt me eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ik moet gewoon, het is mijn allereerste keer. Ik ga er gewoon heen. Eén ding, ik moet gewoon van genieten. Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit welke tegenstander er staat. Je wil gewoon je beste spel laten zien. Ja, dat komt vast goed, denk ik. Het seizoen speelde je ook Challenge Tour. In principe niet, nog niet hele hoge pieken gehaald. Twee keer de laatste 32 gehaald. Wedstrijdje tegen Christo Reis heb ik gezien. Helaas verloren nipt. Je hebt Aaron Beeney verslagen. Natuurlijk niet de beste darter, maar wel tourkaarthouder geweest. Dus ook dat is een mooie prestatie. Staat nu 67ste. En ik neem aan dat je ook gewoon de volgende Challenge Tours gaat spelen. Klopt, inderdaad. Ja. Ben je trouwens ook gevraagd voor... De Pro Tour in Duitsland? Pro Tour in Duitsland? Nee. Ja, want er was toen een Pro Tour en heel veel darters melden zich daar af. En toen kwam er een flinke lijst met Challenge Tour spelers die werden toen uitgenodigd. Maar... Ja, dat klopt. Maar dat was volgens mij tot de eerste 45 werden gevraagd. Maar okay. Daar stond ik buiten. Duidelijk. Dus, daar ben ik niet voor gevraagd. Helaas, maar ik denk, als je er wel voor had gevraagd, dan had je gegaan natuurlijk. Ja, zeker, dan was ik wel gegaan. Als ik dat op mijn werk dan op korte termijn had voor elkaar kunnen krijgen, was ik er zeker heen gegaan. Top. Dat is misschien iets leuks voor de toekomst. Als jij zelf naar de toekomst kijkt, wat is je volgende stap? Waar wil je heen? Ja, je wil natuurlijk, het is voor mij, kijk, om bij het begin te beginnen, eigenlijk hebben mensen om mij heen, hebben mij gemotiveerd om naar Q-School te gaan. Ja. En toen, vorig jaar, eerste jaar, midden in de coronatijd, half seizoen gehad,
Maar ja, toch wel goede partijen gespeeld en ging wel lekker. Ik denk, volgend jaar zeker nog een keer weer. En het was een hele mooie resultaten behaald. Mm-hmm. En vooral afgelopen jaar de Q-school, de eerste gelijke kwartfinales erbij en noem maar op. Ja, daar ben je gewoon enorm trots op. Dus je wil gewoon door. Ja. En je merkt nu langzamerhand de Super League. Je speelt steeds meer een wedstrijd dat erom gaat. En je wil gewoon het beste eruit halen wat er is. De smaak deze Eurotour kwalificatie dan ook naar meer? Dat je denkt van oké, dit niveau kan ik blijkbaar spelen. Dus we gaan er gewoon lekker nog beter op zitten nu. Ja, je hoopt een hele goede ervaring uit te halen. En daar het beste er weer mee voordoen. Komt vast goed. Martijn Dracht speelt binnenkort op de Jack Darts Open zijn Eurotour debuut. Veel succes, Martijn. Dankjewel.